Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze hele korte video even. Zoals jullie hebben gezien heb ik twee keer goed nieuws. Ene keer is dat, klinkt nu misschien niet enthousiast, maar OpenIV mag blijven doorgaan. Dat betekent dat wij gewoon met de Nederlandse politieauto's kunnen blijven spelen. En dat dus al die problemen die ik laat zei met goed nieuws en slecht nieuws, dat op is gehouden, dat stopt, dat is niet meer van toepassing. Misschien dat sommige mensen toch nog zeggen van ja, wacht maar even af, maar ik denk dat het gewoon helemaal is opgelost. OpenIV heeft een update uitgebracht waarin ze onderaan de update, wat ik heb vernomen, ik heb het zelf nog niet gezien, thank you Rockstar hebben gezegd. Dus ik neem aan dat het probleem helemaal is opgelost. Voor de rest heb ik ook mijn dienst meegedraaid met de politie. In dit voertuig om precies te zijn, de NN548S. Dat is echt gewoon, ja, dat is een nieuwe Touran NN548S. Thanks to Markt. Hij heeft even dit kenteken van mij gemaakt, want zelf lukt het mij natuurlijk wel niet, want ik ben fucking slecht daarin. Voor de rest mag die video heel misschien al volgende week online komen. Dat laat ik nog even over. De agenten in ieder geval vonden hem leuk en hebben hem goedgekeurd. Maar de afdeling communicatie gaat er nog even naar kijken. Maar de agent verwachtte zelf dat het waarschijnlijk dinsdag wel wordt goedgekeurd. En zo niet, dan moeten we even wachten. En dan ga ik verbeteren waardoor die wel mag worden goedgekeurd. Een ander leuk nieuwtje. Gisteren was ik dus even nog de agenten gaan bedanken. Met een lekkere vlaai. Zoals ze dat hier in Limburg vaker doen. En toen zeiden ze eigenlijk, bedankt voor de vlaai, we hebben het gisteren nog even besproken en als je het leuk vindt mag je binnenkort nog een keer meekomen, een dienst mee. Dus daar heb ik zeker ja op gezegd. Dus dat gaat ergens na de zomer gebeuren. Dus super tof natuurlijk en daar ga ik waarschijnlijk ook weer een filmpje van maken. Nu ga ik verder opnemen, niet met een van deze twee, wel met een ander voertuig. Maar laat jullie verrassen, die komt binnenkort online en ik zou zeggen, we gaan lekker blijven doorgaan. En oh ja, ook nog fuck you naar deze comment. Ik vond hem wel grappig, want ja... Ik kan me daar wel druk aan maken en ik dacht wel van ja, waarom plaats je nou zoiets en wat is dat voor een geluid? Dat was hopelijk een kat of een inbreker, want ik ben alleen thuis. Maar fuck you, zou ik maar gewoon zeggen. Allemaal middelvingers voor jou. Want ja, sorry dat ik zeg en ik moet geen aandacht geven aan hem. En hij kan ook reageren, anders zal hij vast wel doen, want ik kijk ook wel al mijn video's. Dat is een kat inderdaad, die er klein maar. Ja, ik werk gewoon. Ik heb gewoon een opleiding. Ik volg een opleiding. En daarbij werk ik soms 40 uur in een week aan mijn... Of ja, werkstage. Ik krijg er wel geld voor. Dus en ga er niet vanuit dat YouTube veel verdient. Waardoor ik elke maand niet meer hoef te werken hoor. Of een opleiding te volgen. Dus dat is echt onzin. Maar nu lach ik om jouw comment. Want jij lacht eerst om ons. Tot wij nu zielig zijn. Tot OpenIV niet meer doorgaat. Maar nu lach ik om jou. Dus duimpje voor jou. En doei.